mensen van Everyday Gaming, ik ben Jeroen en vandaag spelen we de IKEA Simulator. Wat is de IKEA Simulator? Ik heb geen idee, ik heb het net gedownload. Maar we gaan iets bouwen, we gaan... Dit denk ik dat het een tafel moet zijn. Hoe werkt dit? Scroll is omhoog. Oké, hoe draai ik dingen? Oh, zo laat ik ze vallen, dat is niet de bedoeling. Ook goed, omhoog. Oh, hey, lijntje. Lijntje, de besturing is wel lastig, maar, wow, hij zit. Oké, I can do this. De bedoeling is dus om gewoon random dingen te maken, ik weet mijn god niet, we gaan nu een tafel bouwen, dus we zullen zien. Het is in ieder geval een mooie woonkamer. Yes, de tafel is af. Oeh, hij zei iets. Ik moet een lamp maken. Oké. Dat wordt een lastige. Even die tafel zo, boep in het hoekje. Hoppatee. Die vaas kunnen we vastpakken. Yes. Kunnen we hem ook weggooien? Nee, ik kan hem niet gooien, zeg maar. Nee, ik kan hem niet gooien, dat is jammer. Oké, hoe gaan we die lamp bouwen? Dit is zeg maar het voetstuk. Oké, wat is dit? Wat de hel moet dit voorstellen dan? I don't know. Lijntje. Lijntje. Oeps. Ik denk niet dat dit de bedoeling was. En nu? Lijntje. Jongens. God. Oké, we gaan een andere soort lamp maken dan, denk ik. Lijntje, ik zie een lijntje. Yes. Nou kan die het niet meer aan. Oké. Misschien... God, dit is echt de lelijkste lamp die ooit gebouwd is. Holy shit. Ik zou niet bij de IKEA gaan moeten werken, jongens. Nee. Ik zou echt de slechtste IKEA-fabrikant zijn ooit. Nou, is dit de mooiste lamp die je ooit hebt gezien? Ik denk niet dat het helemaal de bedoeling was volgens de doos. We zetten hem zo tegen de muur aan. Kijk, blijft hij gewoon staan. Zo, een beetje die kant zo. Kijk! Nou, ik vind het een mooie lamp hoor. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het een mooie lamp. Ik zou hem in mijn huiskamer zetten. Nou, haal die vaas eens weg. Niet omvallen, kut vaas. Kom, blijf staan. Ja, nee, oh. Vaas, ik zeg het je nog één keer. Blijf staan. Vaas. Time out in de hoek jij. In de hoek. Oh my. Nee, vaas. Doe dit me niet aan. In de hoek jij. Shh. Stoute vaas. Oké, we gaan aan de tafel beginnen. Aan de tafel. Je kunt het spel trouwens met 5 man doen, dacht ik. 4, 5 man. In ieder geval veel te veel. Waarom heb ik er geen handleiding bij? Bij de gemiddelde IKEA dingen kreeg je altijd handleidingen. Dit is geen handleiding. We hebben de poten gevonden. Kijk, dat is al wat. Nou moeten we zeg maar nog gaan uitvinden hoe het in elkaar gaat steken. What the fuck gebeurde daar? Jongens. Ik heb geen idee wat er gebeurde. Ik denk dat ik jullie erin moet steken, die kleintjes. Niet op die manier! Oh mijn god. Huh? Oké. Nou ja, dan moeten we ze allebei zeg maar dezelfde kant op laten wijzen, want anders gaat het helemaal niks worden. Ja, goed zo. Ah, dit klopt ook van geen kanten trouwens. Oh mijn god. Ik zag een lijntje. Jongens, ik zag een lijntje. Yes! Oh, dit wordt zo'n mooie tafel. Oh mijn god. Dit is zeg maar echte Zweedse architectuur. Ja, dit is echte Zweedse architectuur. Ik ben er helemaal tevreden mee. Oh, nu kunnen we een tafellamp maken. Ja. Oh my god. Ja. Oké. We gaan eerst jou erin zetten. Zo, plump. Hatsaflats. Die andere ligt hieronder. Bank, ga weg. Bank,
Weg ermee, weg. Hoppa, weg. Shh. Scheer je weg, scheer je weg. Weg. Nee, niet. Ach, weg. Ik zeg weg. Bank. Weg. Stoute bank. Stoute bank. Stout kussen. Stout kussen, weg. Ja, ja, ja. Goed zo. Nog heel even. Nog een klein beetje. Ah, stoute. Ja, kijk. Veel beter. Dit is toch geweldig. Artistiek. Ik moet kunstenaar worden. Kunstenaar. Ik stop met ICT. Ik ga gewoon kunstenaar worden. Zeg maar, ik koop heel veel dozen bij de IKEA. En ik ga gewoon een beetje elkaar zetten. Oh god. Oh god. Gluten en de burk. Kijk, dit is toch mooi. Jongens, dit is toch een technisch hoogstandje. Mijn IKEA-avontuur is voorbij, jongens. Download de game als je hem gewoon tof vindt. Hij is echt super grappig. En dan zie ik je de volgende keer weer. Bye bye!